Als duurt het een heel kwartier. Ik lees het, ik weet het, ik doe het echt waar. Wij blijven hier voor een kwartier leesplezier. Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van jouw eigen leesprogramma, een kwartier leesplezier. De school is weer begonnen en we hopen dat je een goede en succesvol schooljaar hebt. Het is soms moeilijk om na een lange vakantie weer naar school te gaan. In de laatste week van de vakantie zijn we naar Sanderij 1 geweest. Veel kijkplezier! Zoals jullie weten is er in elke aflevering van een kwartier leesplezier een speciaal boek het hoogtepunt. In deze aflevering gaat het over het boek Verdwaald in het bos, geschreven door de Surinaamse schrijver Rappa. We hebben vandaag een speciale gast in het programma, onze gids Dion. Hij gaat ons leren wat je moet doen als je in het bos verdwaald bent. Ver, ver weg van de grote stad in een klein dorp woonde Chander. Een jongetje van bijna 10 jaar. Het dorpje van Chander heette Pasitop. Inderdaad, na Pasitop was er geen weg meer. Daar begon een bos. Een bos zo groot dat je het einde ervan niet kon zien. De grote mensen uit het dorp, de biggies was, fluisterden dat er rare dingen gebeurden in dat grote bos. Ook de oma van Chander waarschuwde vaak voor de boze geesten die daar woonden. Een keer toen oma weer zo sprak, stak Chander zijn vingertje op. Oma zag dat en zei, Chander, wat wil je vragen? Bona, bita, vraag maar zoon. Oma Nani, hoe zien de boze geesten eruit? Ik weet het niet, bita. Vroeger gingen er vaak houtkappers het bos in, maar opeens begonnen ze te verdwijnen. Maar oma Nani, wat is er dan met ze gebeurd? Zijn ze verdwaald? Niemand weet dat, bita, maar die houthakkers kenden het bos op hun duimpje. Dus hoe konden ze verdwalen? Mijn moeder zei dat er een boze bosgeest was die ze vasthield. Jander luisterde met open mond naar zijn oma. Hij kon zijn oren niet geloven. Hoe was het mogelijk dat er zulke dingen in het bos waren gebeurd? Waar kwamen de boze geesten vandaan, oma Nani? Vroeg hij verder. Hij wilde zo graag weten hoe het zat met die boze geesten. Oma Nani lachte. Ze vond het leuk dat Chander zo nieuwsgierig was. Op die manier kon hij veel leren. Wel, bita, dat weet niemand precies. Wel zeiden de ouderen vroeger, is die rommel die mensen daar ver weg in de grote stad in de lucht blazen. Dat valt hier op ons en dan krijg je al die kwade geesten. Ga daarom niet zomaar het bos in. Je weet nooit wat je tegenkomt. Er gebeuren daar rare dingen. Op een middag speelde Chander in het weiland achter hun huisje. Zijn mama Marlene was voorop bezig in haar groentetuintje. Achter de wei over de schudding begon het bos. Daar mocht Chander niet gaan, maar hij was toch zo nieuwsgierig. Hij had een plantje verzonnen om dan te doen, zonder echt ongehoorzaam te zijn. Chander speelde met zijn hondje Fido. Hij gooide een bal in de wei en Fido rende er achteraan. Even later kwam hij kwispelend met de bal terug en liet die trots voor de voeten van Chander vallen. Hij blafte opgewonden om die te laten zien dat hij door wilde gaan met het spelletje. Chander raapte de bal op en gooide hem nu wat verder weg. Zelf liep hij ook een stukje het weiland in. Toen gebeurde het. Met een mooie swing gooide Chander de bal zo ver weg dat hij tussen de bomen van het bos verdween. Chander hoopte dat Fido niet voorbij de schutting zou durven. Dan had hij een reden om zelf de bal te gaan halen. Maar Fido vond het juist spannend. Hij kroop onder de planken door en ging blaffend op zoek naar de bal. Chander wachtte bij de schutting. Het duurde wel een beetje lang. Waar bleef Fido? De bal was toch niet zo ver het bos ingevlogen. Chander riep.
Fido, 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 Fido. Het bleef akelig stil. Nogmaals riep Chander. Fido, 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 Fido. Opeens klonk een langgerekt gejank. Het klonk bang en klagelijk. Er was iets met Fido gebeurd. Chander twijfelde. Hij moest snel naar moeder Marlene rennen om het haar te vertellen. Maar in die tussentijd kon er nog veel meer met Fido gebeuren. Misschien was er al een van die boze geesten bezig met hem aan te vallen. Of zelfs op te eten. Hij mocht geen tijd verliezen. Hij moest Fido redden. Chander keek aarzelend achterom. Maar hij zag niemand. Welke kant moest hij op? Hij keek naar boven. Naar de grote dikke bomen die tot de hemel leken te gaan. Wat zagen ze griezelig uit. Nu is hij helemaal verdwaald. Straks gaan we verder met het einde van het verhaal. Voor in de jungle gaan, dan moet je eerst even oriënteren. Want in de jungle, alles lijkt op elkaar. Nu gaan we de jungle in en we maken een merk. Yes? Als je geen hakmes bij je hebt. Ja, dan ga je dit doen. Het moment dat je in het bos bent verdwaald, of je weet niet waar de weg meer is, dan ga je altijd kijken en zeggen, oké, toen ik in het bos kwam, stond in het oosten, dus ik moet weer richting het oosten gaan. Daar is het westen. Je ogen moet je goed gebruiken en je oren. Wat je ziet, moet je direct oriënteren. Zeg, hé, dat ding is geen tak, het is een slang. Ja, en dan ga je daarnaast voorbij of je maakt hem dood als het een gifslang is. Het eerste wat je moet doen als je bent verdwaald, is je moet kalm blijven. Jij slaapt op de grond of je slaapt in een boom. Indien je geen aansteker hebt of een lucifertje bij je, dan slaap je in een boom. Waarom je in een boom gaat slapen, dan heb je geen last van muggen en ook geen slangen en andere insecten of reptielen. Ja, maar als je een stelje voor je hebt dan, toch je aanstekertje bij je, even schatje. Stel je voor je hebt je aanstekertje bij je bijvoorbeeld, en je hakmesje, dan ga je snel zo'n hutje maken. Ja, met bladeren, en dan leg je hem gewoon even erop. Je hebt bladeren op de grond, ja, en daarop ga je slapen. Je gaat direct wat hout zoeken, want je moet de hele avond moet je licht hebben, of vuur, dat gaat roken. Ja, soms maak je een vuurtje voor de rook, of soms maak je een vuurtje om de plaats te verhelderen. Je kan alles eten in het bos, alles wat sommige apen eten, behalve de brulaap. Want de brulaap eet ook een giftige bes. Hoe weet je dat het een brulaap is? Je kan het aan de kleur zien. Een brulaap, Suriname heeft maar één soort brulaap, dat is de rode brulaap. Hij heeft zo'n roodbruine vacht. En die kan je ook ruiken, want ze stinken. Er bestaan er ook bosgeesten in het bos? Er zijn zeker bosgeesten in het bos, maar je moet het bos respecteren. Dan heb je nooit hoofdpijn in het bos. Je moet niet daar gaan plassen of het bos vuil maken. Ja, kort gezegd vuil maken. Als je het bos vuil maakt, dan ga je ook geen geluk hebben in het bos. Mag je gillen als je verdwaald bent? Altijd moet je rustig zijn. Indien je mensen dichtbij je hoort, dan kan je altijd roepen om hulp. Het is droge tijd. Ja. Ja. Als je nu een vuur gaat aansteken bijvoorbeeld, dan moet je ervoor zorgen dat je om het vuurtje schoonmaakt. Ja. Waardoor het vuur niet kan overschakelen. Dan ga je de droogste dingen zoeken, zoals deze bladeren bijvoorbeeld. Bananenbladeren. Ja? Geen droog. En dan leg je hem op elkaar. Ja. En dan ga je een beetje blazen. Voor een beetje zuurstof. Je schuift het vuur een beetje naar elkaar toe. Ja, je schuift hem op. Je brandt je handen niet. Nu maak je een vuurtje tegen muggen. Ja, veel rook. Ja? Als je nog meer rook wil, dan neem je zulke bladeren en je legt hem erop. Zie je? Ja. Ja, dan heb je rook. Ja? Kom niet, snel door. Ja, dat gaat door. Niet lang houden, anders gaat hij zwart worden en smelten. Kijk, ja. Kijk zoals dit. Gewoon hier zo. Maar ze gaan rennen nog? Als je nou iemand, jongen. Mag je al eten? Ja. Als je goed kijkt, lekker dat geborgen maakt. We gaan nu verder met het verhaal.
zag hij Fido liggen op een open plek. De hond zag hem ook en probeerde luid te blaffen. Kom Fido, kom vlug weg. Ik krijg kippenvel van dit bos, zei Chander terwijl hij blij Fido omhelsde. Maar toen hij wilde opstaan, drukte iets hem terug. Een snijdende stem zei, jij blijft hier bij mij. Jij gaat niet meer terug naar huis. Wat Chander ook deed, hij kon niet meer opstaan. Zachtjes begon hij te huilen. Fido likte zijn haak alsof hij wilde zeggen, huil niet baasje van mij, ik kan toch ook niet weg en ik huil toch ook niet. Het was helemaal donker geworden. Overal waren er rare geluiden te horen. Mama, waar ben je? Jammerde hij zachtjes. Ik zal nooit meer ongehoorzaam zijn. Beloof je dat echt? Klonk een stem uit het donker. Chander schrok en Fido gromde. Wees niet bang, ik ben Duki, een goede geest. Ik hoorde je huilen en ben daarom even komen kijken. Help me, smeekte Chander. Ik kan niet weg. Ik weet het. Je bent gevangen door Takrumai. Dat is een boze bosgeest. Ze houdt van kleine kinderen. Die stopt ze in een kooi en die kooi hangt ze in een hoge boom. En kleine dieren zoals Fido eet ze op. Fido jankte luid. Chander werd helemaal koud van de schrik. Hij begon te beven. Kan je mij niet helpen? Ik verzoek je. Wel, ik kan wat proberen, maar dan zal je eerst 3 raadsels moeten oplossen. Ja, doe maar. Luister goed. Je mag maar 1 keer antwoord geven. En alle 3 antwoorden moeten goed zijn. Daar gaan we. Raadsel nummer 1. Vuur in het bos. Wat is dat? Awara, zei Chander blij. Mooi zo. Het eerste antwoord is goed. Het tweede raadsel is moeilijker. Denk eens rustig na. Daar gaat hij. Als ik zeg, het is niet mijn broer, maar toch is hij de zoon van mijn vader. Rara, wie is dat? Dat ben ik zelf. Goed zo, zei Duki. Chander merkte dat hij kon opstaan, maar hij kon nog niet weglopen. Zo, nu komt het laatste raadsel. Als je dat goed hebt, ben je vrij. Denk heel goed na. 'S morgens loop ik op 4 benen, 's middags op 2 en 's avonds op 3. Rara, wat bedoel ik? Chander dacht, maar hoe hij ook dacht, het antwoord kwam er maar niet. Takrumai drukte hem weer naar de grond. Ze lacht akelig en haar holle stem zei, dit raadsel ga je niet kunnen oplossen. Jij wordt mijn slaafje en jouw hondje eet ik op. Ha ha ha. Chander beefde als een rietje. Hij was doodsbang. Denk aan thuis, fluisterde Duki bemoedigend. Chander haalde diep adem en dacht weer aan thuis. Hij zag zijn broertje over de vloer kruipen, hij zag zijn vader over het erf lopen en hij zag zijn nanny voetje voor voetje met een stok als steun voor uitschuifelen. Dat was het. 'S morgens ben je klein, dan kruip je op je handen en voeten. 'S middags ben je groot, dan loop je gewoon. En 's avonds ben je oud, dan loop je met een stok, dan heb je 3 benen. Er klonk een akelig gehuil en een harde wind loeide door het bos. Dat is goed, juichde Widilki. Kom snel weg van hier en neem je hondje mee. Takrumai is boos, kom snel, niet treuzelen. Ze gaat nu allerlei valse streken uithalen, want ze kan niet tegen haar verlies. Volg mij, ik verander mezelf in een lichtgevende vlinder. Loop achter me en kijk vooral niet achterom. Blijf vooruit kijken en loop precies achter me. Hij bleef kijken naar de heldere vlinder die voor hem uitfladderde. En zo kwam Chander veilig thuis. Dit is het Boekie Woekie Nieuws. Rappa is de schrijver van het boek Verdwaald in het Bos. Hieruit heeft Shani gelezen. Rappa is de schrijver, maar zijn echte naam is Robbie Jonathan Parabierse. Hij is geboren te Paramaribo in 1954. En is dus 56 jaar. Zijn eerste boek heette Frik Titoris. Hij heeft over de jaren heel vele andere boeken geschreven. Zoals Een Vlek uit het Verleden en Sylvie en Hexa.
Behalve boeken schrijven heeft hij ook een uitgeverij, genaamd Rallycon. En heeft zijn eigen bibliotheek, genaamd Rappastrip en Liedbier, waar jong en oud terecht kunnen. Hij heeft in zijn bibliotheek niet alleen serieuze boeken, maar ook veel stripboeken. Hij doet dus een heleboel dingen, maar zijn beroep is leraar Nederlands. En dat was het Boekie Nieuws voor deze keer. Grappig hè, dat Rappa normaal gewoon meester op school is. Misschien dat jouw juffrouw of meester ook zoveel kan. Als je vragen of ideetjes hebt, mail ons daar naar kwartierleesplezier@gmail.com. Of kom langs bij Stichting Projecten aan de Dr. Sophie Redmondstraat 172. Dit was weer een aflevering van Kwartier Leesplezier. Tot de volgende week. Doei! Het boekie, woekie, woekie, die met heel wat leesplezier. Het duurt een heel kwartier. Ik lees het, ik weet het, ik doe het echt waar. Wij blijven hier voor.